Hallo, hallo, hier is Kengo met Terraria 1.2 Let's Play, episode 1. Samen met Yuri, oftewel Vink, en Tommy, oftewel GamesXL. Hallo mensen van GamesXL. Yeah, Terraria hier is het eindelijk jongens. Eindelijk zijn we er. Ik moet wel even iets uitleggen, want Jesper is er niet bij. Jesper is op het moment ziek. En we weten niet of hij nog joint de komende serie. We hopen natuurlijk van wel. Maar wij gaan gewoon de serie beginnen op het moment zonder hem, helaas. Ja. Hij is ziek uit keelpijn en hij voelt zich niet lekker, buikpijn en zo. Dus in ieder geval beterschap, Jesper. En, ja, inderdaad. Oh mijn god, ik vind het zo vet. Je kan gewoon doorlopen. Je kan gewoon... Oh jongens, zoveel. Oh, dit is zo chill. Oh mijn god, dit is zo chill. Oké, maar eerst eventjes snel voor degene die Terraria niet kennen, want dat zal waarschijnlijk heel veel zijn, ook op de kanalen van Tommy en Yuri. Terraria is een 2D-based voxel game, heeft met elementen van Minecraft, maar de gameplay is totaal anders. Minecraft daar focust zich meer op bouwen, Terraria focust zich veel meer op avontuur en ontdekken. Juist. En het is geweldig, want er is namelijk pas een update geweest. Heel veel van jullie kennen dat waarschijnlijk al, de 1.2-update. En daarmee is zoveel toegevoegd. Heel Terraria is veranderd. Helemaal veranderd. Helemaal veranderd. Een compleet nieuw spel. Heel veel nieuwe dingen toegevoegd en zo. En ja, oh, dat is geweldig. Maar ja, laten we maar gewoon een keer gaan beginnen met hout hakken. Want dat is het eerste wat je doet. Ja, en een huisje bouwen. En een huisje bouwen, ja. Beter doen we dat zo meteen hier rechts. En we gaan ook vandaag denk ik nog wel even een beetje alvast minen en zo, hè? Ja, we gaan ook wel minen. Het is nu nog gewoon de standaard dingen voor de mensen. En ik weet zeker, als jullie deze serie blijven supporten, dan blijft het. Ja, laat zien als jullie deze serie leuk vinden. Laat dan in ieder geval een like. Vergeet niet te liken deze video. Vooral deze eerste episode, jongens. En laat een reactie achter. Als de eerste episode goed wordt ontvangen, dan zou dat echt gewoon super chill zijn. Dus jongens, gewoon echt dik hard liken op deze episode. Ah, dan wordt het super chill. Dat lukt ze wel. Ja. Dat lukt jullie wel, jongens. Kom op. Dat is makkelijk. Oeh, ik zie pots. Ik ga die even Oké. Okay. Ja, is goed. Oké, hier hebben we dus ook onze guide. Trent. Heet die blijkbaar. Wat een kut naam. En ik zie hier... ik zie hier al meteen een nieuw oor trouwens, waar je altijd over lopen. Tin oor. Ja, wij willen trouwens ook voor de mensen die zoiets hebben van... Ja, maar ik snap de rare helemaal niet. Ik heb het nooit gespeeld. Ik ken het niet. Wij willen ook een beetje een soort van tutorials. Ja, dingen uitleggen over wat we moeten doen en wat het eigenlijk inhoudt. Dus ja, maar niet echt zo heel gedetailleerd alsof het een nieuw spel is. Nee, niet echt alles. Maar een beetje wel briefly, delen, dus, zeg maar. Dus we beginnen met hout en we moeten een beetje opschieten. Want volgens mij wordt het al gauw donker. Ja, dat zat ik ook aan het... Oké, dus Yuri, heb je al wat hout? Nog wat ik meer? Ik heb 124 hout. Oké. Ik heb 199. Deze laag of niet? Twee dagen. Eentje laag, ja, wou ik eigenlijk nog. Haha. Dan zitten we... Haha. Hey, ik had nog drie dirt in mijn inventory. Dus wanneer kan je wood weghakken met een pickaxe? Ja, dat is ook dus nieuw. Ja, inderdaad. Fucking raar. Hey, maar jongens, kijk. Dit was dus iets heel ergs in de vorige Terraria. Om op dit soort blokken niet, te lopen. Oh, nu is het zo lekker. Dan bleef je zo, zeg maar, zo er tegenaan staan. Ja, dan bleef je er tegenaan staan. Dan kan je niet verder. Dat is dus gefixt. En er zijn echt zoveel mooie bugjes. Er zijn zoveel geweldige items geëdit, hè. Ongelooflijk. Ja. Onder andere muziek van DJ Kengo. Ja, dat is een van de vetste dingen. Er is... Ja, wij sowieso zoeken, hè. Nou, ik weet niet 100% of hij in deze versie zit. Want er zijn bepaalde dingen die hij niet op tijd had kunnen adden. Oh, jezus. Guys. Die hij niet op tijd had kunnen adden in 1.2. Dus... Dat is wel minder. De kans is dat hij er niet bij is. Maar ik denk het eigenlijk niet. Het is best een makkelijk item om te adden, dus... Oké, goed. Zo. Ja, oké. Oké, nice. Ja, we hebben ook een hamer nodig om echt zo'n trapje te maken, zo epic ding. Oké, nou, oké, we beginnen gewoon met hier. Mijn bunny. Wauw, ik zie nu al gelijk iets nieuws in de crafting table. Wacht eerst. Maak het even. Wooden fence. Wacht, we gaan eventjes. Moment. Ja, ik zie ook iets nieuws in de crafting table. Oké, kijken. Crafting window. Oh mijn god, zo nice. Je kan als je daarop klikt, dus dat is hier een nieuwe knop. En dan kan je alles gewoon aanklikken wat je wilt maken. Ja, dat is geweldig. Ik maak even dat meteen is echt een. Zo makkelijk. Ik maak even meteen een wooden hammer. En dan kan ik even laten zien wat er nou nieuw is met die wooden hammer. Want nu kan je bijvoorbeeld als je een life crystal of zo vindt. Een life crystal dat geeft je meer health voor degene die het niet weten. Onder de grond. Dan moet je dat eerst altijd met een hamer kapot maken. Nu kan je dat ook gewoon met je pickaxe doen. En een hamer wordt nu gebruikt om dit te doen. Half slabs, schuine zijdes. Zie ik het? Moet je met een hamer doen. Tommy, kijk. Zo doe wat? Je dat. Zo werkt dat. Kijk. Hou je back. Ja? Dit is fucking... Dit is episch. Kan je daar nog torch neerzetten of niet? Nee, je kan er geen torch meer opzetten. Nee, dan wordt hij weer normaal. Kijk maar, als je er een torch op zet, dan wordt hij normaal. Ja.
Okay. Maar het ziet er wel nu al episch uit. Maar mm-hmm. De toortjes zijn ook veranderd qua texture. Ja, inderdaad. En dat is wel met veel meer. En hoe maak je nou dat andere... Oh, dat achterkant moet je nog wel met de hamer weghalen. Dus. Ja, ja, daar is nog steeds hamer voor. Wat willen wij voor achterkant? Hout of... We beginnen gewoon met hout. Echt zo'n heel simpel houthuisje. Wel een beetje lang, maar dat maakt niet uit, want dat is... Een houthuisje met een kampvuur. Holy shit. Jongens, dat is ook een nieuw item. Fucking chill! Dat is zo vet, hè. Een wow. Kampvuur. Wacht, ik kan wel even laten zien, denk ik. Als ik torsje heb. Nee, ik moet even... 20 hout en een paar torsjes waren. Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, dat ding, als je er in de buurt staat, dan regen je leven sneller. Dus ja. Oh ja, en ik wil trouwens ook wel laten zien... Wooden walls doen? Ja, hè? Ja, is goed. Maar voor degene die het die nu waarschijnlijk al aan schreeuwen zijn naar ons beeldscherm van... Waarom is er opeens een minimap? Dat was er toch nooit? Ja, dat klopt. Dat is ook nieuw. Hier hebben we een minimap. En als je op M klikt, als je op... Wat? Levens. Ja, die zie ik nu niet, dus ik weet niet... Wacht, ik ga even iets moois maken. Ik ga even hout halen, en of steen halen, ga ik iets moois maken. Oké, jongens? Oké, is goed. Maar in ieder geval, als je dus op M klikt, kan je nu de complete map zien van de wereld. Dus alles wat we hebben ontdekt van Terraria is nu dit. Het is best wel een groot stuk, is nog maar dit. Van de hele wereld. Ja, dat is... enorm. Het is een large world we hebben gekozen. En, oh wauw, hier zit ook al zo'n sloop. Nice. Jongens, ik kom hier niet tussendoor. Ik ben hier niet meer gewend om zonder items te springen en zo. Oh, ja, ik weet het. Oké, okay, nou ik maak het hier nog wat verder af. Ja, okay. Ik pak even wat stone erbij. Omdat het best wel handig is om te hebben op het begin. Ja, we hebben ook meer hout nodig. Ah, die zombies! Nee, zombie! Oh ja. Oh. Ja, sluggish. Hier, Yuri. Help! Ja, help! No shit! Ik ben bijna dood. Och, dat was... Maar ben jij dat wel? Ik vergeet steeds wie Yuri en wie ding is. Ik ben die ene met dat zwarte en witte truitje aan. Well, oh ja, tuurlijk. Ik moet nog Rotor even joinen. Tommy, join ook nog even? Oké, mooi. Nou, ik ga trouwens ook een nieuw zwaard maken. Oh, ik wil ook trouwens even tegen de mensen zeggen, de episode zou ongeveer 20, 30 minuutjes zijn. Ja. We zouden met elkaar afspreken wanneer we de episodes knippen. Maar we gaan niet iedere episode dag zeggen. We doen gewoon in één keer opnemen en dan zeggen we gewoon... Dat is veel chiller voor ons. En dan stoppen we gewoon in één keer. Oh, dat is veel makkelijker namelijk. Tommy. Je hebt je een half oog. Auw! Dat is een half oog. Help, ik ben bijna dood. Ja, ik... Oh. Zijn die beter? Ik weet niet, hoeveel leeftijd heb je? 60. Nee, die zijn normaal. Al die beesten, dus alle ogen en zombies, dat zijn de standaard beesten van de, hoe heet het, van de nacht. Ja. Die hebben nu heel veel verschillende textures. Je kunt nu zombies tegenkomen met op slime op hun hoofd. Of even door. Een vrouwelijke zombie en zo. Heeft er iemand even genoeg voor een furnace? Want die ziet er trouwens ook nog anders uit. Ja, daar wil ik nog even kijken. Ik kan niks doen. Wacht. Je hebt steen dat je nodig hebt. Nee, ik heb geen steen. Of wat heb je dan nodig? Ja, ik heb steen wel, maar ik heb toortjes nodig. Ja, oké. ISO 4 of zo, of 3. Oh, Yuri. Geef ik het aan Yuri. Geef het even aan de dingen. Dan geef je het toch aan mij. Wauw, dit gaat een hele makkelijke serie worden zo. Ja, zeker wel. Zeker weten. Oké, okay, en trouwens voor degenen die het nog niet door hebben. Ik ben dus... Kingo, ja. Maar ik heb een ik heb een joggingsbroek aan. Een joggingspak. Ja, en ik heb gewoon mijn alledaagse kleding aan, zeg maar. Mm-hmm. Goed, wacht even. Groen is groen. Kijk, mijn swag hebben. Hebben jullie steen? Nee, dat is het probleem. Ik heb nog geen steen. Ja, we moeten even steen gaan verzamelen. Want ik heb echt super vet design. Wauw, is die texture nou zo veranderd vanmorgen? Oh, wacht. Dat zou we in principe al kunnen doen. Wacht, we kunnen al naar beneden graven. Zullen we dat... Wacht, ik ga hiernaast een kamer maken met een elevator. Voor degene die niet weet wat een elevator is... Dat hamertje van jou? Oh, ja hoor. Yes, ik ga hem. Oh, heb je? Okay. Ja, dat is niet easy van mij. Oh ja, en ik heb trouwens ook een pet bunny, zoals jullie misschien al kunnen zien. Yuri ook, maar Yuri is een kleine vieze cheater. Die heeft hem gewoon gecheat. En mij is het dus een... Oh, wacht. Ja, dat helpt. Maar bij mij is het een cadeau gekregen vanwege die contest van die muziek die ik heb gewonnen. Dus van de maker zelf, van Red Digit. Fucking dus, chill. Fucking awesome toch? Kijk, konijntje. Hey, maar gaan we hier een bol van maken, van dit eerste huis? Ja, dat heb ik al gezegd, maar... We zien vanzelf hoe we alles gaan maken en we passen gewoon het huis aan. Kijk, dit is misschien wel vet om te doen, of niet? Ja, en kijk, je kan nu de toortjes zo. Oh, dat ziet er vet uit. God. Dat ziet er echt vet uit, man. Oké, dat gaan we doen. Ja, en dan alleen, ik heb nu dus te weinig ja, ik ook. Steen. Okay, dus we gaan hier gewoon meteen naar beneden. Wacht, hoe breed gaan we het doen? 3 zeker. Wacht even, jongens. We gaan iets verder deze kant op. Ja? Dat die niet echt meteen, want dan kunnen we misschien nog uitbreiden, snap je? Mhm. Oké. Nou, of is zo. Zo is wel goed, Tommy. Ja, en dan hier gewoon 3 breed.
Ja, 3 breed, want in het midden kunnen we dan touw doen. En dat is ook iets nieuws. Ja, rope. Mm-hmm. Wacht, ik ga van tevoren... Hey jongens, dit is ook best wel ziek. Wat? Even wat van deze dingen what? Maken. Wat is dat? Ik ga even platformen. Het zijn gewoon maken. Van deze dingen. Van die vensters op elkaar ofzo? Ja. Oh, vet. Maar er zit er wel licht op. Ja, dat maakt niet uit. Ik zou dat niet doen eigenlijk. Ik zou het gewoon voor hier buiten... We hebben gewoon al een tuintje. Ik heb geen hamer, dus... We hebben gewoon een tuintje, jongens. We kunnen kamperen. We kunnen hier gaan kamperen. Nog alleen nog even wat zelf verzamelen voor tent of zo, weet ja, ik het. Ja, niet. Ik ga even die... Zijn er tenten? Weet ik niet. Dat zou wel fucking awesome zijn. Kom, we gaan hier even minen. Die sterren staan ik heb 35 wood platforms voor het geval. Wacht even, ik mijn hier nog even een boom neer. Of nog een paar grote bomen. Ik zie hier nog een flinke hoge bomen. Oh, kut. Oké, ik begin al wel vast te minen dan. Oké. Maar in ieder geval, het allereerste wat ik eventjes wil gaan vertellen als nieuw ding, want dat zal ik heel vaak doen, allemaal nieuwe dingen vertellen van wat ik weet van de update. Maar, er zijn heel veel nieuwe oren onder de grond. Oh, wow. Oh, ja. First death door Yuri. GG, Yuri. Er zijn hier toch geen counters? Ja, dat is erg. Je kan je instellen van mij. Wacht, het is een beetje donker op het moment. Sorry jongens dat het af en toe wel donker is, maar... Dan kan ik zo op die het is niet optimaal, maar ik heb trouwens geen... ik heb geen toortjes. Heb jij toortjes voor mij? Ik heb mijn laatste torch net neergezet, dus wacht even. Maar ik heb er ook maar de nacht is alweer ver. Ja, wacht. Ligt dan even bij, anders is het heel irritant voor de mensen die kijken. Oh, ster. Zo ja, thanks bro. Dwanen, kom ook hierin. Ja, kom terug. We gaan naar beneden gaan. Ja, even het achtergrond trouwens jongens. Kijk eens een keer voor fatsoen naar de achtergrond. Oh, wat? Het regent gewoon. Regen in Terraria. Nieuw. Nee, hou je bek. Nieuw. Hey, ook apart muziekje. Nieuw! Wat? Gewoon een apart muziek en alles. Hey, dat was de ene die we toen hadden geluisterd. Ja, weet ik. Ja, er is een hele afspeellijst van muziek. Die hebben we allemaal geluisterd. De muziek in... Wauw. De muziek ziet er best wel vet zo uit, jongens. Nice, dit is... Oh, wacht. Jongens. Jongens. We krijgen nu ook speciale mobs, hè. Ja, daar hebben we... Kom hier, jongens. Kijk, zie die vis. Er loopt een vis. Er loopt een vis. Die is nu dood. Wat? Er loopt een vis. Wow, die is dood. Die zombie. Huh? Een zombie in een regenpak. Ik ga die minimap even weghalen. Er liep net een vis en er is een zombie in een vispak. Juist. Wauw, dit is zo awesome. Daar loopt er weer in. Oh ja, dat is mijn konijn, af en toe zie je dat. Terraria is ja, kijk, zo awesome. Hier, kijk hier beneden, Tommy. Er lopen vissen. Wat is dit? Fucking vet. Oh, ik heb de chest. Ah, kut. Yes, ik heb hem. Oh, ik heb rope. Ik heb silver coins. Ik heb lesser tenmen en ik heb wat throwing knives en wat shurikens. Oké, oh, daar komt weer een... Haal de chest vast. Ja, iemand. Wacht, ik doe het anders wel. Geen hamer meer, dus. Ik heb hem. Ik heb maar 3 of zo tegen dit ding. Hier. Ga dood. Straks dropt hij ook nog zo'n regen. Huh? Ja, wacht. Dat is wel ziek, waar je met die ropes kan doen. Ja. Want met ropes kunnen we dus nu heel makkelijk elevators maken. Wacht, dat moeten we even laten zien. Ja, inderdaad, dan kan je gewoon. Hier, ik geef die wel even aan jou, Kingo. Ja? Ik heb die ropes gekregen van iemand. Rechtermuisknop, hè? Ja. Nee, linkermuisknop dus. Oh, sorry. Oké, ja, weet je wat? Hier is een goed zo, guide. Ga maar lekker daar zitten. Hey, hier, kom hier. Kijk eens aan. die guide zit er even. Wow, ik word het damage. Vandaag dood. Ja. Nou, in ieder geval, dit is wel fucking vette regen. Holy shit. Kom, okay. We gaan even minen, zodat nou, kijk, wat we dus kunnen doen met ropes is dit. En dan kunnen we zo. Ja, en dan kunnen we van zo vaak. Nee, je moet gewoon daarboven, je kan gewoon rope toevoegen van boven en dan komt er van onderbij. Oh. En dan moet je naar beneden, maar je kan toch ook, kan je dan ook nog vallen? Ja, je kan gewoon vallen. Je kan gewoon vallen en als je dan bijna beneden bent, gewoon pijltje naar boven en dan word je vastgebroken. Dus ik haal eventjes al die... Huh, jongens! Ja? Zie dit! Die dingen, kijk dan! Half slaps. Oh ja. Nee, niet dit. Kijk hier, die oh fuck, er komen dingen binnen. Die wooden platforms. Ja, die kan je ook naar beneden zetten. Oh, daar kan je dan ook zo'n trap mee maken. Wacht even, dan wil ik even testen. Nice. Wauw, kom nee, we gaan net even minen, dan kan je de achtergrond afmaken. Hm? Oh ja, tuurlijk, dat gingen we doen. Hè. Wacht even, Ik doe links wel. Ga je ook steeds harder als je naar beneden gaat? Ik moet eventjes dit even aanpassen. Dat weet ik niet. Zo. Oké, dus nu hebben we dit. En als we dan zo doen... Yep, dan gaan we zo kunnen naar beneden. Maar we moeten dus wel af van deze platforms. Wacht, met de pickaxe. Kom je die mind van verder? Ja, ik heb hout, ik heb steen nodig, dus vandaar. Oké, zo. Dus we kunnen heel makkelijk toortjes? Nu. Ik heb wel een toort.
torches. Ik heb ook torches, dus ik plaats wat. Zo. Maar dit touw is zo chillen. Kijk dan. En kom ik jullie helpen met stenen hakken? What the fuck is dat? Wacht. Flying fish. Waar? Links. Hey, ja, what the fuck? Wat? Oké, dan moet ik wel even kijken. Ja, ik ook. Tommy, kom je even of je kan ja, al ik door zie, ik zie het in mijn beeldscherm. Oké, okay. What the fuck? Doe die dingen schade. Hij heeft 20 levens, hè? Doe die schade even checken. Oh, ja. Ja, dus. Wat dropt hij? Wat dropt hij? Wat weet dropt ik niet. Coin zeker? Niks, gewoon coin. Er zit hier nog een vis. Hallo, meneer vis. Hallo. Jongens, zullen we eerst even ons huisje gaan fixen? Dat we met vissen gaan praten. Oké, okay, is goed, joh. Wauw, kijk daar, kijk daar. Wat? Huh, een slime met een... Ja hoor, een slime met een paraplu. Dit is fucking random, jezus. Wauw. Dit is zo geweldig. Oké, okay, wacht. Hoeveel levens heeft hij? Umbrella slime. Umbrella slime. Gaat te ver. Zo'n umbrella is trouwens ook een item. Die, oh, die kan je nu niet oppakken, maar... Wauw, dit gaat te ver. Ja, oké. Okay. Gaan... Oh, wacht. Iemand heeft dat touw gemold. Wacht. Nee, dat touw er was niet verder. Zo. Nee, hier zo. Er was een klein stukje kapot. Yes, ik ben bij steen, jongens. Ja, dat kan je echt zo makkelijk toevoegen. Kunnen jullie mij helpen? Ja, kerel, ik ben nu de touw aan het kapot maken, omdat jij zo zit... Oh. Nee, ik zit het niet meer te doen. Oké, okay, wacht. Wacht, we gaan even teamwork doen. Jongens, we doen... Oh, oh god, oh god. Open op! Oké. Okay. Ja. Oké, gewoon in één keer doormijnen, want we hebben echt wat hout nodig. Nee, hier kunnen we ook gewoon mijnen. Ja, we hebben steen nodig even. Oh, voor ons huisje, weet je nog? Oké, wacht. Oh, je gaat even armen mee. Oh ja, trouwens, we kunnen ook even kijken wat voor orde in deze wereld zit. Want dat is ook iets, dat kan ik wel even vertellen snel. Er zijn nieuwe oren in Terraria. Maar die oren, dat is zeg maar een alternate van de oren die er al waren. Dus de oren die er al waren, waren koper, iron, silver en gold. En de alternatieve oren die er zijn, is tin, lood, tungsten, oftewel nikkel, als het goed is, en platinum. En tot nu toe hebben we, in plaats van koper hebben we tin, dus die nieuwe oor. En we hebben gewoon nog steeds de oude iron, dus geen lood. Oké. Okay. En we weten nog niet wat we hebben voor, dus we hebben of zilver of tungsten, een van die twee. En we hebben links weer, jongens. En we hebben of, oh, wat is dit? Is dit? Oh, dat is gewoon tin, zeker. Ja, ik denk oh, hier zit topaz. Maar ik kan nog steeds niet het huisje bouwen, omdat... Ja, ik mijn ook zo. Oké, oh, we moeten trouwens zorgen dat we iets van... Hoeveel wat? 15 van een van zo'n emerald of zo'n kristal vinden. Ja, dan kunnen we een hoek groene maken, grappling hoek maken. Ja, of een bepaalde kleur. In ieder geval. Fucking chill, ik wil een blauwe. Die achtergrond verandert hier, dat was ook nooit, hè? Hm? Oh ja, inderdaad. Nice. Wacht. Ik heb geen toortjes. Wacht, ik moet even de touw langer maken. Jongens, dat is trouwens ook een manier. Als je... rope coils maakt, dan maak je van 10 rope. Wacht, stop even. Oh, laat maar. Ik heb geen torches. Dit wordt even tricky. Kut. Ja. Kut. Ja, dat lukt niet echt, hè? Bijna. Plaats de torch, want ik zie niks meer. Wacht, oké. Okay. Wacht, ik moet even fixen. Meer. Want dat, je kan dus in ieder geval dan ropes gooien. Gaan jullie even verder, dan fix ik even dat touw. Oh, er komt weer een umbrella slime. Ga je weg. Hallo. Oh, shit. Oké, okay, ik heb hem even opgeslacht. Hallo. Wacht even. Oké, okay, ik fix even dat touw. Kijk hoeveel... Hoe kan ik dat weghalen? Wacht even. Oké, check X. Kijk hoeveel dat ik heb. Ik heb er 67. Ik heb 30. Oké, er komt touw aan, jongens. Dan, hoe ga je nu naar beneden komen? Heb je zoveel touw opgepakt? Ja. Oh. Was dat alles? Ja, dat was alles al. Dus. Oké, dan moeten we even wachten. We moeten even niet verder minen. We moeten even niet verder minen. Ik ben even. Ik ga even die umbrella slime eventjes een kopje klein maken. Oké. Ja, Tommy, kan je even helpen? Oh nee, wacht, laat maar. Nee, ik heb gewoon een botswolf of zoiets, dus ik kan alleen maar zo. Oké, nou. Jongens, waarom kan ik hier niet verder omhoog? Ja, ik heb hier een blokje geplaatst, Paul. Zo. De touw zie je weg. Oh fuck, heb ik per ongeluk weggehaald. Ik heb het gepakt. Oh fuck, nu zit hij onder. Ga ze volle snuit naar beneden. We moeten een merchant hebben, want oh, die... Oh shit. Nou, die verkoopt het of niet? Ja, die verkoopt ze, die touwen dus. Oh, fucking chill. Oh, je gaat wel sneller... Ja, je gaat sneller naar boven uiteindelijk. Oké, heb je weer genoeg dingen? Ja, ik geef je... Kunnen jullie mij jouw... steen. Dingen geven? Ik heb, je kan trouwens ook Jester's arrows nu krijgen. Kan je mij jouw koppel geven? Jongens. Wooden helmet.